Ajax moet donderdag in Noorwegen een 1-0 achterstand tegen Rosenborg zien om te buigen om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Een lastige opgave op voorhand, maar de overwinning op FC Groningen en dus het feit dat kansen wel degelijk afgemaakt kunnen worden, geeft een goede steun in de rug. Nou, het is altijd lekkerder als je gewonnen hebt dat je naar de volgende wedstrijd gaat. Dus ik denk dat dat wel even lekker is. Maar was het resultaat anders geweest, hadden we ook voor de overwinning bij Rosenborg gegaan. En dat is wat we nu moeten doen. We weten wat ons te wachten staat. Dus daar moeten we dan ook voor gaan, voor die kans. Wat moet er beter tegen Rosenborg dan de afgelopen twee wedstrijden? Nou ja, ook daar, ik denk dat we daar 3-4 goede kansen gehad hebben, sowieso. Echt van dichtbij. Daar had er één van ingemoeten. En dan kom je 1-0 voor, wordt het een ander verhaal. Moeten zij misschien wat meer komen. Nu zullen zij hetzelfde spel spelen. Dat zal behoudend zijn en wij zullen aanvallen. En we zullen moeten zorgen dat we dus de counter er elke keer uit kunnen halen. Nou, dat is ons 90% van de keren gelukt. Ja, en die ene keer dat hij ertussen valt, zit hij erin. Dus daar zullen we het ook nog beter moeten doen. Maar het zit voor mij voornamelijk de laatste wedstrijd in het benutten van de kans. Qua spelbeeld verwacht Keizer dus niet veel anders dan in Amsterdam. Ik verwacht hetzelfde als hier. Eigenlijk dus twee verschillende speelstijlen tegenover elkaar. En wij zullen moeten zorgen dat we het stuk spelen. Omdat we gewoon een nadelige uitslag hebben uit de eerste wedstrijd. Dus we weten dat elke overwinning is een resultaat. En win je 1-0 heb je een verlenging. Win je met elke andere stand ben je door. Hoe groot schat je de kans in dat Ajax Europees voetbal nog uit het vuur sleept? Nou, als het voor de wedstrijd 50-50 was, dan is dat het nu nog steeds volgens mij. Ja, ook in de wetenschap dat zij een 1-0 voorsprong verdedigen met een uitdoelpunt? Ja. Voor het laatste duel tegen Groningen had de trainer maar liefst 4 wissels op het oog. Vanwege het grote aantal wedstrijden in korte tijd en het feit dat veel jongens dicht tegen een basisplaats aanzitten, is de kans aanwezig dat donderdag opnieuw een andere basiself het veld in wordt gestuurd. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Dus we weten in ieder geval zeker dat we fitte spelers op het veld moeten hebben. Nou ja, goed, daar zouden een paar vervangingen in kunnen zitten. Dat hoeft niet per se, maar dat zou wel kunnen. Je bent de underdog donderdag. En op wat voor manier kan je daar voordeel uit halen misschien? Ja, dat vraag ik me af of we dat zijn. Dus er zijn bijna geen wedstrijden bij Ajax dat je de underdog bent. Dus ik vind dat nu ook niet. Dus we gaan in dezelfde manier heen. We moeten daar een resultaat halen. En eigenlijk overal waar we zondag erop moeten tegen VVV, moeten we ook weer winnen. Dus het is niet echt de underdog, denk ik. Door de score zou je kunnen zeggen dat zij een iets grotere kans hebben. Nou goed, wij moeten laten zien dat we nu weer de kansen kunnen creëren en die kunnen maken. Ja. Snel een doelpunt maken, is dat het belangrijkste devies? Nou, dat helpt wel mee, ja. Maar het kan ook zijn dat je hem aan het einde maakt en dan nog de wedstrijd kan beslissen. Dus, geduld is ook belangrijk in zulke wedstrijden. Dat je niet jezelf voorbij loopt en meteen een goal tegenkrijgt. Dus, het is gewoon voor ons normaal spel wat wij hoeven te spelen. Dus we hoeven niet heel veel anders te doen. Nee. En Europees voetbal zonder Ajax, dat kan niet, hè? Nee. En Ajax zonder Europees voetbal? Nee, kan niet. Geen optie? Geen optie.